Godverdomme. Fuck. Let's make some noise. Hey, hallo mensen, goedemorgen. Het is weer een ramp, maar dat maakt niet echt uit. Het is vandaag super mooi weer, het is vandaag woensdag en het is een heel mooie dag. Want vandaag komen er ook pakketjes binnen van de post, dus dat is super cool. Het is nu 9:36 en ik weet niet why the fuck ik zo vroeg wakker ben, maar oké. Om even duidelijk te zijn, ik ben net even naar de dokter geweest omdat mijn mama dacht dat ik een liesbreuk had. Maar de dokter is niet helemaal zeker of ik een liesbreuk heb. Die denkt dat iets anders kan zijn, maar liesbreuk kan wel altijd. En ik moet naar het ziekenhuis om foto's te laten maken van het onderste deel van mijn lichaam. En ja, maar dan moet ik morgen doen en ik ga gewoon beginnen dagelijks vloggen, want ik voel dat er een of andere gekke levensding is en dat mijn leven is heel interessant geworden. In plaats van ditjes doen tot 3:00 PM en dan wakker worden en video opnemen of zo. Nee, ik ga proberen eens echt nuttige dingen te doen. Misschien eens naar de kapper gaan. Misschien eens werk zoeken. Misschien eens terug school zoeken. In mei en de examens meemaken. Ach, kutzooi. Ik denk dat ik nu nog even dutje gaat doen. Ik weet dat dat een super slecht idee is, want nu nog een dutje doen dat je zelfmoord, maar oké. Ik ben super vroeg moeten opstaan, ik ben pas gaan slapen om 7:00 en dus eigenlijk heb ik 1:00 of bijna niet geslapen. Het is vreselijk. Ik ga nog een dutje doen. Hopelijk word ik op tijd wakker. Ja. Oké, het eerste dutje is voorbij, het is nu 12:00 of zo en ik denk dat mijn pakketje daar is. Ik ben niet zeker, maar ik denk het wel. Kijk, ik fail heel veel, maar ik denk dat die auto daar, deze die hier staat, dat mijn pakketje is. En ik hoop het wel, want anders ben ik teleurgesteld. Eerste pakketje van vandaag is wel al binnengekomen, die liggen nu daar, wow. Pakketje 1. Hopelijk ben jij. Pakketje 2. Was zo niet? Ja, dan ben ik echt weer super teleurgesteld, want ik wacht eigenlijk echt al heel de ochtend. Toen ik dit had doen, was ik ook gewoon gedroomd over mijn pakketje. Dus het moet nu wel echt even binnenkomen. Daar is mijn mama. Leuk, thuis aan het komen. Hey. Welkom. Yo, alsjeblieft, mag ik mijn pakketje? Ik wil hem echt heel graag. Wat is hij aan het doen? Is hij even Jonko aan het knallen in zijn auto of zo? Hij is aan het wegrijden. Nee, meneer, dat kan je. Nee, dat kan je echt niet. Hij stopt hier. Yo, het is. Pakketje! Spannend. Mijn kat is er ook bij, yo. Ben je ook hyped voor het pakketje? Mama, pakketje hoor ik aan. Is hij weg? Wat? Het is niet voor mij. Jawel. Jawel, het was wel voor mij. Is hij weer weg? Hij was toch gestopt voor de deur? Maar nee, je is hier gestopt en je is weer wagen. Allee, kom nog binnen. Het was niet mijn pakketje. Nee, het was niet jouw pakketje. Wist. Dus het was niet mijn pakketje? Nee. Jij dacht ook dat het mijn pakketje was, of niet? Jij was ook hyped. Jij was ook super hyped voor mijn pakketje. Ik ben altijd veel te hyped voor pakketjes. En dan kijk ik een uur of zo uit mijn raam. En als er dan een auto komt, dan ben ik super hyped. Nu was het niet eens mijn pakketje. Fuck. Het moet gewoon vandaag zijn. Stel op deze domme UPS app dat het vandaag moet zijn. En ik heb daar net een UPS dingetje gezien. Dus het moet vandaag zijn. En waar de fuck blijft het? Ga hier niet de hele dag binnen zitten met dit weer? Waar blijft mijn pakketje? Godverdomme. Beter heel de nacht in mijn bed blijven liggen. Mijn haar is. Oh. Het is er niet beter op geworden door een dutje te doen, dat zie ik ook. Vreselijk. Ik ga verder wachten, misschien eten of zo. Ik weet het nog niet. Bah. Ondertussen is het al 3:01 en ik heb nog altijd gewoon niks gedaan. Ik ben een beetje mijn camera aan het opruimen of zo. Het pakketje is nog altijd niet aangekomen. Dat had ik ook niet verwacht eigenlijk, want in de mail stond er by the end of the day. Maar je kan altijd hopen dat je vroeger komt. Mijn hype is wel te groot geworden, dus ik ga gewoon dit pakketje wel open doen. Ik ga het ook gewoon nu meteen doen, want het boeit me allemaal niks. Ik hoor een auto. Ik hoor een auto die traag rijdt. Ah, nee, dat is zeker geen. Nee, oh, kut zo. Welkom bij de unboxing setup. Vlog idee. Ik denk dat het kleren zijn. Want het zijn niet de kleren die ik heb besteld. Bubbeltjes papier. T-shirt. Beste Nathan, ik en twee vrienden komen uit Aalst en hebben samen een merk gestart. We zijn alle drie kijkers van u en zouden daarom graag een gratis t-shirt naar je toesturen. Blijf vette video's maken en keep it up. Check als je wel onze social media zeker eens uit. Seeing is believing. Alsjeblieft. T-shirt. Ik denk dat het A$AP Rocky is, maar ik ben nog niet zeker. Als mensen mij nog eens kleren opsturen. Ik zie dat dit een medium is. Als je mij ooit kleren opstuurt, stuur large. Ik draag liever oversized shit. Oké. Op de achterkant staat er. Fuck the other side. No disrespect. Oké, let's check this. Ik vind het wel vet t-shirt. Ik vind hem heel cool. Dit is nice. Ik denk dat Yadi is. Yadi of A$AP Rocky, ik zie het niet zo goed. Super vet t-shirt, ik ga deze gewoon aandoen vandaag. Want ik had geen t-shirt om aan te doen. En dit was het enige wat ik echt kon aandoen. Dus thanks. Wat moet ik nu doen met die doos? Ik heb echt geen flow idee. Het is wel super mooi weer. Ik denk dat ik naar het strand ga gaan. Ik heb mijn zak al gemaakt en zo. Vergeet geen zonnecrème mee te doen. Smeer je altijd in, anders krijg je huidkanker en zo. Dus doe dat gewoon. Goud met je laptop. Zei ik, die neem ik niet mee. Dat was niet zo'n grappig, maar oké. Oké, ik ga naar buiten. Maar. Oh fuck, ik word gebeld. Kut. Hallo? Ja, safe. Yo.
Gelukkig. Ik dacht dat het belangrijk was, maar dat was het niet. Ik ga nu naar mijn oma, even snel. Ik heb een cadeau voor haar. Get owned heb ik deze telefoon nog gekregen. Dus dat is de Samsung S8. Heel leuk telefoon. Ik heb jammer genoeg een iPhone. Dus ik ga deze aan mijn oma geven. Dit is waarschijnlijk niet hoe deze werkt. Dat ga ik gewoon niet uitleggen, want ik weet niet hoe Samsung werkt. Maar ik ga nu naar mijn oma. Mijn fucking cruiser. Want ja, mijn banden van mijn fiets zijn voor de duizendste keer gewoon alweer plat. Dus nu ga ik half naar het strand, half naar mijn oma, half eten halen. Nice, let's go! Telefoon! Alsjeblieft. Nice. Oké, doe hem open. Weet je, dat moet zo schuiven, zo dat eruit klikken. Ja. Mocht. Wow, nice. Is dit dan nog in de verpakking en zo? Ja, maar je is prachtig. Movento. Mooie is het nieuwste van het nieuwste. Alsjeblieft. Graag gedaan, graag gedaan. Dat ik een lek heb van inspiratie van dingen die ik nog moet doen. Doe vandaag de welgekende Mentos in een condoom, cola fles, boom. Ik heb dat gezien op Facebook van een rare Duitser en ik vond dat wel grappig, dus nu gaan we het zelf doen. Ik moet er wel rond. Durex is echt shit. Maar echt, super shit. Super safe condooms. Kijk, extra safe, ze scheuren toch nog. Very nice. Je ziet dat ik hier ervaring mee heb, condoompie. Mieha anticlimax. Ja, man, ik ben gewoon weer thuis nu. Geweldig. Kat is er ook weer bij. Just eating some food. Yo, you chill. You have a great lunch. Nice. Achteraf gezien was het beste idee ooit om niet thuis te blijven, want mijn pakketje is niet eens gebracht. Ze hebben mijn pakketje toch gerescheduled naar overmorgen. Morgen is natuurlijk een feestdag. Ik weet niet wel, helemaal vaart of zo. Dan is Jezus nou boven gegaan. Dan werkt er ook niemand, dus mijn pakketje heeft gewoon 4 dagen delay. Dat hier normaal maandag moeten zijn. Het is echt heel fucked up. Terwijl ik met jullie praat, is mijn kat gewoon nog altijd aan het jappen, joh. Ik weet dat het vreselijk is als ik opneem terwijl hij aan het eten bent. Maar, ik weet niet wat ik nu nog ga doen. Het is nog oké, weer en niemand heeft school, want het is vakantie of toch zoiets. Dus, we zien wel. Moeilijk. Maar oké. Tot zover de eerste vlog op mijn kanaal. Vond je deze nu leuk? Smash je zeker een duimpje omhoog. Vanaf vandaag ga ik meer shit doen, want het is nu een nieuwe dag en ik ben opnieuw aan het vloggen, maar ik moest nog het eindstukje opnemen. Dus dit is de eerste. Leuk, het is mooi weer, het is toppie, het is elke dag mooi weer. Het is blanke bergen, het is hier elke dag fucking mooi weer vanaf nu. Dus dat is super leuk, want nu kan ik elke dag gewoon filmpjes maken in het mooie weer en aan het strand gaan en allemaal leuke dingen doen. En hopelijk doe ik daar iets van. Meestal zeg ik dat wel, maar nu is het wel de eerste keer dat ik het echt kan doen. Dus smash zeker een duimpje omhoog op deze video. Dit is de allereerste vlog, dit is de allereerste Enzo Knol vlog. Heel leuk, er komen ook nog normale video's hoor. Ik heb net ook een normale video opgenomen. Dus hey, tot de volgende keer, bye!